Bob, Bill en Barman zijn veilig terug. Missie 2. We gaan een Juna rover sturen. Vorige episode hebben we een Juna lander naar Juna gestuurd. Nu een Juna rover. Ik weet nu een beetje hoe ik naar Juna moet komen zonder problemen. Dus ik dacht, hé, waarom geen rover? Toch? Waarom niet? Dus, dit is een iets minder crazy lander dan de vorige. En je kan zien, hier heb ik nog wat coole clipjes van hoe dingen eraf vallen. En hier maken we onze orbit. Hier de grote fuel tanks aan de zijkant eraf. Voorzichtiger tussendoor. Ik heb een paar keer gehad dat alles toen explodeerde. In ieder geval zijn we er veilig doorheen. En nu de laatste manoeuvre om naar Juna te gaan. Ik gebruik weer fuel tanks erop. Die je nu open ziet. En die vallen eraf wanneer ze op zijn. En daarna pas gebruik ik de andere. Ik vind dat een chille methode tot nu toe. En hier maken we onze approach af. En hier zijn we alweer bij Juna. Grote kat, duurt lang. Ze zijn nu 91 uur. Nee, wacht. Volgens mij zelfs 91 dagen. Nee, ik weet niet. Linksboven kan je zien hoe lang ze zijn. In ieder geval 10 seconden, 55 minuten, 3 uur. En dan 91 dagen, denk ik. Dit is een lange missie. En nou, het is een onbemand vliegtuig. Dus de computer van de rover, die bestuurt het hele schip altijd. In ieder geval, dit is alles wat er over is. Dit ding gaat landen. En ik ga een hele speciale methode van landen gebruiken hier met deze rover. En dat is, zeg maar, alle parachuten van de lander klap uit. Daarna valt de rover eraf. Die heeft aparte parachuten. En die valt dan langzamer dan een lander. En de lander die crasht in de surface. Dus, we krijgen volgens mij zelfs een beetje atmospheric effect. Dat weet ik niet meer zeker. In ieder geval, deze landing heb ik een paar keer overgedaan. En ook omdat mijn game begon te crashen. En dat is natuurlijk omdat het nog een heel onstabiel spel is. Het is nog lang niet af. In ieder geval, de middenste parachute is uitgeklapt. En die, oh, klein beetje atmospheric effect. Zoals ik zei, klein beetje vuur, niet veel. Helemaal veilig nog. Alhoewel, als er heel veel is, heeft dat nog geen effect op het schip of zo. Anders zou de vorige missie zijn ontploft toen ze in de atmosfeer kwamen. In ieder geval, deze parachute die nu uitgeklapt is, is niet echt om langzaam te landen, maar meer om af te remmen, zodat je alle andere parachuten veilig kan uitklappen zonder dat het schip aan flarden wordt gescheurd. Dus wanneer deze uitklapt, kan je zien dat we meteen veel langzamer gaan, maar nog lang niet tot een stop komen of iets dichtbij. Maar dat is, ik vind, een hele handige soort parachute om gewoon uit te klappen, zodat je de rest erna kan uitklappen. Dus als het goed is, kan hij ieder moment uitklappen. Boom. En je kan zien, nu klap ik ook alle anderen uit. Of nou ja, 4 van anderen. Daarna heb ik nog meer. Het is een hele dunne atmosfeer, dus je hebt veel parachute nodig. Veel parachute nodig om tot een redelijke stop te komen. In ieder geval, we gaan nu in een hele manageable snelheid. 70 meter per seconde. En deze parachutes zijn ook nog niet helemaal uitgeklapt. Die komen ook nog. Dus, ja, nu is het eigenlijk gewoon veilig. Ik klap de landing legs uit. Laatste parachute. Ik zet de engine aan om een beetje af te remmen. En dan klappen de parachute uit. En daarna, ik laat de engine een beetje aan, zodat hij langzaam landt. En daarna gaat de rover los van de lander. En de lander heeft toch geen computer meer. Die is nu onbestuurbaar. Niks om hem te besturen. En de rover hangt aan zijn parachute 5 meter per seconde. Hartstikke veilig. Ik heb een kleine designfout gemaakt hier met deze parachute. Want de parachute waar de rover aan landt, die zitten ongeveer op de center of mass. Dus de rover die gaat soms een beetje scheef. Je kan zien dat ding landt. Parachutes zijn weg. Engines staan nog aan. Dus ja, die chillt daar een beetje. En de engines vallen er boom af en die zijn kapot. Oké, en je kan zien de rover gaat langzaam scheef. Dat is omdat de parachute niet aan de bovenkant van deze skycrane-achtig ding zitten. Dus ja, dat kleine designfout kan je het noemen. In ieder geval, ik heb ook engines erop. Volgens mij 8 kleine engines. En die hebben heel veel effect. We moeten even weg van de landing module. Zo, daar willen we niet op landen. En straks kan je zien wat ik bedoel met dat die scheef gaat. Je kan zien de parachute shiften naar de zijkant. Ging een beetje door de grond.
En trekken dan aan de zijkant. Boom. En ik land daar. Niks aan de hand voor de rest. Veilig geland op de grond. En we decoupelen. Je kan zien, we vallen bijna verkeerd. Maar we komen alsnog gewoon goed neer. En ja, we zijn veilig geland. Ik klap de antenne uit. En je kan zien, deze rover is super klein. Maar ik heb de computer. En dat is zeg maar de command pad. Heb ik onderin gezet. En je kan zien, er zijn allemaal instrumenten. Het is min 30 graden. En dat soort dingen. In ieder geval, het computertje zit onder aan de rover. En dat soort twee dingen. Het is meer beschermd. Nou, drie dingen. Het is meer beschermd. Het ziet er epic uit. En center of mass is lager, zodat hij minder snel omvalt. Dus hij kan redelijk goed sturen hier. Omdat er redelijk veel zwaartekracht is. Hebben we nog een beetje grip op de grond, zeg maar. En we hebben twee generators die... Ja, thermal generators, die bestaan ook in het echt. En je kan zien, ik probeer je naar de nacht te skippen. Boom. Hij heeft 4 lampen. Ik wou er eigenlijk 2, maar hij heeft er 4, dus oké. Hij kan gewoon goed zien in de nacht. 360 licht. Je kan zien, het is heel donker zonder lampen. Redelijk donker. In ieder geval, ik skip hier als het goed is weer naar dag, omdat het nu donker is. In ieder geval... ja, ik heb thermal generators erop. En die bestaan ook in het echt. En dat is zeg maar... Er zit een spul in. En de verdamping van dat... wekt elektriciteit op of zo. En deze gebruikt dat ook. Dus die hoeft niet te vertrouwen op solar panels. Dus ja, het is gewoon eigenlijk... Hij is helemaal zelfsustaining. Maar hij kan op zich voor eeuwig op zichzelf zijn. Zonder dat hij stuk gaat. Je kan zien, hij heeft ook batteries... Zijn wielen kunnen allemaal goed sturen. Hij is niet te zwaar voor de vering, zeg maar. Ik heb ooit een rover gemaakt. Nou, dat was alleen omdat toen ik hem op de aarde testte, dat zeg maar de vering was overbelast. Maar wanneer je hem dan naar de maan stuurt, bijvoorbeeld, is er natuurlijk veel minder zwaartekracht en gaat dat veel beter. En dat is hier dus ook. Dus ja, hiermee kunnen we Juno exploren. Niet dat er veel te exploren valt nog. Het is in ieder geval een goede accomplishment voor. Voor Kerbal Mankind. Kerbal Mankind. Small step for Kerbals. Huge step for Kerbal Mankind ofzo. In ieder geval, dat was het voor deze episode van Kerbal Space Program. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, laat dan een like en een comment achter. En als je meer wil zien, natuurlijk subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!